Hey de kijkers van de WonderGuru, ik ga jullie vandaag op de allermakkelijkste manier uitleggen hoe jij mods kan installeren voor Minecraft 1.7.5 of een andere hogere versie die in de titel staat. Wat je als eerste doet is je gaat naar start en daarin typ je in %appdata%. Dan kom je in de roaming map en dan ga je naar .minecraft, de map waar al je Minecraft bestanden in staan. Het is slim om hier eerst even een backupje van te maken voor als er toch iets fout gaat, maar ik denk niet dat dat zal gebeuren. Dan ga je in de versions map en dan zie je alle versies die jij van Minecraft hebt geïnstalleerd. Voor mijn geval is het alleen 1.7.5. Wat je daarmee doet is je opent de 1.7.5 map of de versie voor welke jij mods wil installeren. En dan doe je al deze bestanden die daarin staan, Ctrl-C, ga je weer terug naar de versions map. En dan maak je een nieuwe map aan, zoals jij het wil noemen. Dus bijvoorbeeld mods, die openen wij en daarin plakken we die twee bestanden die we zojuist hebben gekopieerd. Die bestanden hernoem je naar hoe het mapje heet, dus mods, mods.json en mods.jar. Dan openen we mods.json met bijvoorbeeld Notepad of Word, dat kan waarschijnlijk ook wel, of Notepad++. Daarin veranderen we de versie die je hier zo ziet staan naar hoe het mapje heet. Dus bijvoorbeeld mods, zoals ik het heb genoemd. Dan doen we op opslaan, kruisje. Alles staat nu helemaal klaar om een mod te installeren. Wij nemen als voorbeeld de Too Many Items mod. Er staat een linkje in de beschrijving. We gaan hier naar downloads en dan de non-forge version voor 1.7.5. Gaan we langs Adfly heen. En zoals je ziet, hij is nu gedownload. Het is slim om het even naar het bureaublad of zo te brengen. En dan doen we openen met WinRAR. Dan zie je hier zo een hele lijst met bestanden staan. Ook open je mods.jar met WinRAR, dus openen met WinRAR. Een linkje naar WinRAR staat trouwens ook wel in de beschrijving. Wat je dan doet, is je verwijdert de meta-inf, delete, uit de mods.jar. En je kopieert alle bestanden van de Too Many Items naar de mods.jar. Dus dat doe je met Ctrl-A, Ctrl-C en dan hier zo in klikken, Ctrl-V. En nu heb jij je jar gemod. Nu moet je alleen nog een profiel aanmaken in Minecraft. Dit doen we allemaal weer dicht. Dan gaan we hier zo Minecraft openen. Dan klikken we op nieuw profiel en dat profiel noemen we bijvoorbeeld mods. Dan klikken we nog even bij use version. Dan doen we daar release mods, dus zoals jij hem hebt genoemd. Dus bijvoorbeeld mods zoals ik het heb genoemd. Save profile. En dan bij profile selecteer je nog even zoals jij hem had genoemd. Dus bijvoorbeeld mods. En dan klikken we op play om te kijken of het werkt. Single player, create new world, creative. We zijn in een nieuwe wereld aangekomen om het even te testen. Doen we E. En zoals je ziet, Too Many Items is geïnstalleerd. Je ziet er alles staan. En het werkt gewoon heel erg goed. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze tutorial. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Als je er wat aan hebt gehad, like dan deze video. Voeg hem te je favorieten. Abonneer op dit kanaal, The Wombat Guru. Deel het ook met je vrienden via Facebook, Twitter, Google+, en of Skype of wat anders. En dan wil ik jullie dus bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. Wees wombat, blijf een wombat, zijn een wombat. En bye bye.